Van harte goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname moet hoeksteen zijn voor ontwikkeling. Vorderingen binnen Paramaribo Urban Rehabilitation Program. Minister Levens kondigt normalisatie onderwijsproces aan. Nieuw bestuur Sanat en Darum maakt opwachting bij president Santokki. Parlement als één man achter wijziging rijwet 1971. En beschikbaarheid dialysaat van essentieel belang voor gezondheidszorg. De Stichting Centrum voor Nascholing in Suriname, SUNASU, moet de hoeksteen zijn voor duurzame ontwikkeling. Dit zei president Chandrika Persat Santokki op vrijdag 18 februari bij de opening van het gebouw van CNASU, die resorteert onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het staatshoofd bleef stilstaan bij de potentie van onderwijs voor de ontwikkeling van de Surinaamse mens en maatschappij. Dat er één belangrijk ding is. En het is ons slogan in ons ministerie. Elk kind telt. Waar dat kind ook is, we gaan onderwijs brengen. Als het er nog niet is. Op dit moment zijn we in een dorp, helemaal in het zuiden van Suriname. Een dorp waar de kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot 15, maar zeker van 4 tot 15, die nog nooit naar school zijn geweest. Die niet kunnen lezen en niet kunnen schrijven. We zijn op dit moment daar aanwezig en we bouwen een schooltje. En we bouwen het samen met de mensen van het dorp. Ze hebben een paar bomen omgekapt, de planken gezaagd. En wij helpen samen met de NGO, de Groene Groei, om daar een school te zetten. En we gaan naar alle dorpen waar er nog kinderen zijn die nog nooit naar school zijn geweest. En we gaan naar alle dorpen om ervoor te zorgen dat de kinderen die niet naar school gaan, omdat ze nog te klein zijn, en de moeders hebben gelijk als ze zeggen, mijn vierjarige gaat niet om 4:30 's morgens de rivier op. We gaan in alle dorpen een kleuterklasje zetten. Al zijn er maar 15 kinderen die niet naar school gaan en moeten wachten tot ze 7 of 8 zijn om naar school te gaan, we gaan het doen. We hebben in ons hoofd gezet dat elk kind telt. Toen ik minister was van Justitie en Politie, zag ik een situatie van veel drop-outs. En ook zeer volgens onderwijsveld, maar soms ook vanuit het thuisfront, zeer moeilijke, lastige kinderen, moeilijk opvoedbare kinderen. En vaak kwamen ze in conflict met de justitie. We hebben toen een beleid ontwikkeld. Ik weet niet of je nog weet, staat nog steeds daar. Opa Tuli. En al die kinderen die niet konden leren, eruit of weggestuurd, laat me een mooie term gebruiken. Weggestuurd door vele leerkrachten, door onderwijs. En belandend bij de poort van justitie. En u begrijpt wat er zou gebeuren als we die poort opengemaakt hadden voor zo'n kind. We hebben een andere poort voor hen opengemaakt. En dat is opa Dooley. En diezelfde kinderen die de slechtste cijfers hadden, moeilijk opvoedbaar waren,
Die hebben allemaal een diploma gehaald. Met hele goede cijfers. Op alle niveaus. Ik weet niet of er één kind is blijven zitten daar zo. Op 2 april 2017 ondertekenden de Republiek Suriname en de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank IDB een leningsovereenkomst voor het financieren van het Paramaribo Urban Rehabilitation Program, PURP. Het doel van dit programma is om de historische binnenstad van Paramaribo nieuw leven in te blazen. Tijdens een persconferentie op vrijdag 18 februari zijn stakeholders nader ingegaan op onder meer de renovaties en opleveringen de komende maanden. Paramaribo, onze historische binnenstad, is op de werelderfgoedsite van de UNESCO. Ja? En dat is zeer uniek voor Paramaribo, het is zeer uniek voor het land. Maar we dreigden van die lijst gehaald te worden vanwege dus die achteruitgang. Alles ging maar achteruit, het is niet om aan te zien. Dan moet je inkomen, dan moet je iets gaan doen. En wat hebben wij gedaan? Het initiatief komt van Stichting Gebouwd Erfgoed, dat onderdeel is van het directoraat cultuur. Nou, die hebben gezegd van luister, laten we iets gaan doen. En zodoende is PURP ontstaan. Paramaribo Urban Rehabilitation Program, om die binnenstad weer nieuw leven in te blazen. Het is een historische binnenstad. Je ziet het niet overal. We moeten behouden, we moeten de mooie dingen, ons erfgoed behouden. En dat is eigenlijk het uitgangspunt geweest om te zeggen van, nou, dan gaan wij die historische binnenstad nieuw leven inblazen. En vandaag hebben wij dus de ontknoping gehad, of de launch gehad, van de nieuwe slogan. En dat is recharging. Er zijn 5 overheidsgebouwen op de lijst. 3 van de overheidsgebouwen zijn nu van start gegaan. 2 van sociale zaken, 3 van het ministerie van Justitie en Politie. En we zijn nog in gesprekken voor 1 van financiën en planning. Dus het kan dat het 6 gebouwen wordt. In onderdeel 1 kijken we ook naar de waterkant. Onze historische waterkant. En daar gaan we een facelift geven vanaf Waaggebouw tot aan het einde van Fort Zeelandia. Maar natuurlijk ook de zijwegen van de waterkant en het parkeerbeleid in de binnenstad. Dat is onderdeel 1 nog steeds. Onderdeel 2 is origineel bedoeld om subsidies, oftewel zachte leningen te geven aan particuliere eigenaren van de monumentale gebouwen. Stichting Gebouwd Erfgoed is de site manager van ons historisch binnenstad. En zij hebben de nodige tools, de trainingen en de faciliteiten nodig om het werk te kunnen doen. Maar ook het directoraat cultuur en andere partners zoals het ministerie van Openbare Werken, ministerie van ROGB, die worden ook getraind in enkele zaken. We hebben binnen dit onderdeel gekeken naar een database, een GIS-database, dat gehuisvest is bij Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname. En hier kan je terecht om informatie te halen over monumenten, monumentale gebouwen en noem maar op. Het gaat om het herleven, nieuw leven inblazen van die historische binnenstad. Natasja Deul heeft al aangegeven dat mensen weer daar gaan wonen, dat mensen weer andere dingen gaan doen, dat het commercieel gaat worden, dat je ergens op een restaurantje kan zitten. Want laten we eerlijk zijn, als je nu dus na 3 uur, na 4 uur, is de stad of vol met files, ja, de manier hoe dat is, nu wordt gebruikt, of het is dood. En dat gaan we dus rechargen. Tot leven brengen. Scholen moeten zich voorbereiden op normalisatie van het onderwijsproces. De bedoeling is dat dit ingaande maandag 21 februari geschiedt. Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft tijdens de parlementsvergadering van donderdag 17 februari aangegeven dat normalisatie niet overal zal leiden tot 5 dagen school. Leerkrachten zijn volgens de bewindsvrouw goed voorbereid. De scholen hebben inderdaad al een paar dagen vernomen dat ze zich moeten voorbereiden om maandag te kunnen beginnen. Maar formeel wordt die bekendmaking zaterdag gedaan, omdat er een resolutie is die getekend moet worden. Maar wanneer je 150.000 mensen in beweging wil brengen, kan je dat niet zondag meedelen voor maandag. Dus we hebben van tevoren een indicatie gegeven dat we maandag
voornemens zijn om te beginnen. Woensdag is de president definitief akkoord gegaan met het voornemen. En zaterdag wordt het bevestigd in een resolutie. Maar de leerkrachten zijn voorbereid. En onze schoolleiders zijn hele ervaren managers. En die hebben zich heel goed voorbereid om weer met volledige klassen te kunnen beginnen. Dat zal niet overal leiden tot 5 dagen school. Want we hebben klassen met 55 kinderen in een klas. En dat gaat nooit meer gebeuren. Dus die klassen gaan terug naar 24. Dus je gaat scholen hebben die maar 3 of 4 dagen alle kinderen kunnen hebben. En de rest draait wel 5 dagen. Maar er worden speciale voorzieningen getroffen voor die kinderen die 1 dag missen. In die tussentijd proberen we natuurlijk naar extra locaties uit te kijken. En voorstellen te doen om zaterdag school weer in te voeren voor de grotere studenten, jongens en meisjes in het voortgezet onderwijs. Zodat we wat lokale vrij krijgen om de kleinere toch 5 dagen op school te krijgen. En dat is een opschuifsysteem waar ik voorlopig nog niet te veel over wil zeggen. Maar de bedoeling is dat we toch alle kinderen 5 dagen op school kunnen hebben. Het nieuwe bestuur van de Senatendaren Mahasabha Suriname heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika Persat Santokhi. Het staatshoofd was bij deze gelegenheid op donderdag 17 februari 2022 vergezeld door de First Lady Melissa Santokhi Sinhajiri en de kabinetsdirecteur Arun Hardin. Het staatshoofd sprak zijn waardering uit voor de verkiezing van 2 vrouwen in het hoofdbestuur van de organisatie. Goedenavond, Pandit Nitin Jagbandan. U heeft daarnet een ontmoeting gehad met de president samen met leden van uw hoofdbestuur. Kunt u aangeven wat het doel van deze ontmoeting is geweest? Hartelijk dank voor de geboden gelegenheid. Zoals iedereen dat weet, in de pers bekend, dat de grootste religieuze hindoeïstische organisatie, de Vereniging Senaten der Mahasabha Suriname, verkiezingen heeft gehad afgelopen 24 december 2021. En nu zijn we dus als religieuze organisatie, als nieuw bestuur, officieel op bezoek bij de president. En ik kan me nog heugen tijdens een gesprek met onze erevoorzitter nu, dat hij mezelf zei, de VHP is een baby van de Senatendaren. Die bewoordingen gebruikte hij en ik denk dus dat wat u ook aankaartte, dat we ook hopen dat die samenwerking ook zo altijd zal zijn. Misschien dat er vanuit de samenleving, vanuit de geloofsgenoten, moet ik eerlijk zeggen, wat ontevredenheid is daarover. Ja, want vroeger was het zo, ook Erik Voorster zei dat, 2 ministeries waren zeker een voordracht vanuit de Senatendaren. Ja, ik zeg niet dat het zo moet zijn, maar vanuit de geloofsgenoten, de structuren, is er wel een mate van ontevredenheid dat er weinig of onvoldoende gekeken zou worden naar de Senatendaren. Omdat uiteindelijk u de grootste hindoe-religieuze organisatie bent in Suriname, maar ook in de wereld. Dat geeft ook aan dat u grote verantwoordelijkheden op u heeft genomen. Niet alleen als religieuze organisatie, maar ook als een sociaal-maatschappelijke organisatie. U zorgt ervoor namelijk dat in het hele land er mandirs zijn waar mensen terecht kunnen om enerzijds veel kennis op te doen over het geloof, maar meer nog om hoop te zoeken, verbinding te zoeken met onze schepper, met onze Paramatma.
Al jaren eigenlijk zitten we hiermee dat cultuuronderwijs, spiritueel onderwijs eigenlijk zou geïntroduceerd moeten worden op de lagere scholen. En we werken in eresverband, in het verband van zeg maar als overkoepelend orgaan van verschillende denominaties hieraan. En wanneer je dat zult hebben vanaf de lagere school, vanaf de kleuterschool, dat leerlingen dat wordt aangeleerd, hoe ze moeten leven met elkaar, ja, jegens elkaar, dan denk ik dat we dan een andere samenleving zullen hebben. De morele dingen, aangelegenheden, de morele zaken die niet zo lekker zitten, die zullen tot het verleden behoren, denk ik. Doet het op zijn of haar wezen in de verschillende kerken thuis, maar in der tijd, ik kan me nog heugen, de heer Boldewijn was aangesteld namens de vorige regering. Er was een conceptwet. We hadden het daar besproken, aangenomen. Het moest verder worden behandeld in de Nationale Assemblee. Maar er is geen invulling gegeven. Ja, en we hopen dat het een waardige plek krijgt. Zeker. We weten zeker, dat u veel cadeaus krijgt. Maar ik hoop dat er wel plaats is voor deze, voor deze, voor als kracht. Er net, en, als er nergens plaats is, zal ik het in mijn hart. Ja. Prima. Ja. Dank u wel. Binnen de operatie Veilig Suriname bestaan er plannen om ten aanzien van de verkeersveiligheid verkeersattributen aan te schaffen. Dit zei minister Kenneth Amoksi op dinsdag 15 februari tijdens de behandeling van de ontwerpwethoudende nadere wijziging van de Rijwet 1971. Dit wetsontwerp werd met 42 algemene stemmen door het parlement aangenomen. In operatie Veilig Suriname zijn er ook plannen, eigenlijk geen plannen, maar er zijn ook voorstellen om ook verkeersattributen aan te schaffen. En dat zijn tintmeters en snelheidsmeters. Dus we zijn ook doende die spullen aan te schaffen. Ten aanzien van de vragen, de opmerkingen van het geëchte lid Chang, dat van bromfietscertificaten zullen worden meegenomen en nader worden uitgewerkt in het rijbesluit. Ik kan u aangeven dat we zeker niet stil hebben gezeten. En we zijn bezig met de rijwet, maar zaken die hun doorwerking hebben naar het rijbesluit worden ook meegenomen om ze daar uit te werken en ze dan mee te nemen wanneer het rijbesluit wordt aangepast. Dan gaan we stemmen. Wet van houdende nadere wijziging van de rijwet 1971 GB 1971 nummer 65. Zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2007 nummer 92. Artikel 1 woord op stemming. Artikel 2 woord op stemming. Considerans en intitulé woord op stemming. Het gehele ontwerp wordt thans in stemming gebracht zoals gewijzigd. Wie is voor? ...42 voor, wie is tegen? Natuurlijk niemand. Dat betekent dat de wet met algemene 42 stemmen is aangenomen. Goed, dank u wel. Gefeliciteerd regering en ieder die hard hebben gewerkt aan... ieder die hard heeft gewerkt aan de behandeling om te komen tot dit moment van aanname. De regering acht de beschikbaarheid van dialysaat van essentieel belang binnen de gezondheidszorg. Patiënten met ernstige nierfalen hebben enkele dagen geleden niet over dit middel kunnen beschikken. Dit had te maken met de late aankomst van de lading uit het buitenland. Deze situatie is intussen achter de rug. Tijdens de parlementsvergadering van dinsdag 15 februari jongstleden informeerde minister Amar Ramadine van Volksgezondheid het college over de late aanlevering van dialyseverbruiksartikelen aan het Nationaal Nierdialysecentrum. Hij merkte op dat intussen een ieder is geholpen. De bewindsman benadrukt dat er betaalafspraken zijn en dat deze volgens een betalingsregeling lopen. Geprobeerd wordt de situatie zoals die zich heeft voorgedaan in het vervolg te voorkomen. Het is essentieel, we kunnen dat absoluut niet toestaan, aldus minister Ramadine.
Hij voegt eraan toe dat de regering werkt aan het vlot verlopen van deze processen. En kijkers, hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.